Hey, welkom bij weer een nieuwe uitleg van Duits. Dit keer aandacht voor de Duitse rangtelwoorden. Nou, laten we eerst eens even kijken wat het verschil is tussen normale telwoorden en rangtelwoorden. Nou, telwoorden, dat zijn inderdaad, de naam zegt het al, woorden om mee te tellen. Zoals in het Duits, 4, 5, 6, 7, 18, 20. Het geeft een hoeveelheid aan. Rangtelwoorden daarentegen, ja, die geven juist een volgorde aan. He, bijvoorbeeld in het Nederlands de volgende zin. Hij is tweede geworden met de voetbalwedstrijd. Nou, Duitse rangtelwoorden zijn bijvoorbeeld eerste, vunfte, zekste, siebte, 20ste. Nou, als je de rangtelwoorden he, waar wij het dus vandaag over hebben goed wilt leren... Is het belangrijk dat je eerst begint om de telwoorden goed te kennen? Gaan we verder. De Duitse rangtelwoorden. Nou, en je ziet het al. Ik heb met uh, verschillende kleuren gewerkt. Dat is natuurlijk niet zonder reden. Nou, we gaan eens eventjes kijken naar deze linkerkolom en lees maar eens even mee en herhaal ze ook vooral. Eerste, tweede. Dritte, vierde, vijfde, zesde, ziepte, achte, neunte, zeente. Ik zou dit rijtje is eerst kunnen, is kunnen vragen, want ik heb hier natuurlijk niet voor niks met blauw gewerkt... Want als jij een rangtelwoord wil maken van deze getallen, sterker nog van de getallen 1 tot en met 19, dan heb je inderdaad dat je achter het normale telwoord TE schrijft. Dat is dat blauwe stukje wat je hier ziet. Dus van 1 tot en met 19. En vanaf 20 tot en met 100ste. 20ste tot en met 100ste. He, je ziet het al, 20ste, 21ste. Ja, dan komt er heel simpel achter het telwoord niet te, maar ste. En je ziet hieronder he, begint weer de telling vanaf 101ste. Ja, dan is het inderdaad weer gewoon te. He, tot en met 119ste. En dan zou je vanaf 120ste he, weer ste erachter krijgen. Oké, okay, nou dat lijkt me vrij helder. Um, je ziet hier staan, er zijn vier uitzonderingen, nou, en die heb ik inderdaad onderstreept. Want als jij echt gewoon achter het telwoord te zou schrijven bij eins, ja, dan zou er staan einste. Maar dat is niet zo, hè, want wij zeggen ook in het Nederlands niet eente. Hè. Nee, het is ook inderdaad in het Duits eerste. Ook is een uitzondering derde. Hè, wij zeggen ook niet driede. En wat krijg je dan in Duitsland? Dritte. De derde uitzondering is zevende. Nou, als je dat gewoon hè, zou maken zoals bij ons, hè, zevende, dan zou je zeggen siebente. Doen ze niet. Die en gaat eraf bij zevende. Siebte. En bij achtste, nou, dat zie je ook inderdaad: he. acht is het telwoord, maar ja, daar komt ook te achter. Dus wat hebben ze gezegd? Wij halen er één te bij weg. Dus de vier uitzonderingen: eerste, derde, zevende en achtste. Hou daar dus rekening mee. Gaan we verder? Want staat er nou voor een rangtelwoord am, en dat gebeurt vaak bij een datum. Ja, dan komt er nog een n achter het rangtelwoord en dat geldt voor alle tweede regels die je net geleerd hebt. Hè. Te, en ik wil best even teruggaan of STE, te. Als je daar inderdaad uh, am voorzet hè, bij een datum, dan komt er dus een n achter, zowel achter te als achter ste. Voorbeeld, hè, je wilt zeggen op 14 augustus, dan krijg je dus am. 14, en daar is die extra N, august. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Samengevat betekent dat dat bij een datum 1 tot en met 19 achter het ruimtelwoord, je had dus geleerd TE om een ruimtelwoord te maken, nou, dan komt dan een N dus achter bij een datum. 20 tot en met 100 had je geleerd, komt STE achter hè, om het rangtelwoord te maken. Maar heb je dus te maken met een datum, dan is hier dus weer die extra N. Oké, okay, mooi. Nou, ik maak vooral ook notities hè, bij deze uitleg. Dat helpt. Eigen notities en werk ook met kleuren voor de duidelijkheid. Gaan we even oefenen. We zien staan allemaal rangtelwoorden. Daar Vandaar dat eetje erachter. We zien hier nog twee data staan. Gaan we eens even kijken. <coughs> Vijfde. Wat moet dat worden? Yes. Vijfte. Twaalfde wordt 12. Zeventiende. Denk even voor jezelf na. Klopt. 17. -te. En dan hebben we hier op 19 augustus. Oké, okay, dat woordje gaan we dus inderdaad veranderen in Am. 19 is natuurlijk 19. Nou, het is nog niet dat er dan STE, maar juist TE achterkomt. En die extra N in verband met de datum. Dan krijg je dus Am 19 augustus. Volgende op 27 april. Am, oké, okay. nou we zijn hier boven de 20, dus dan komt er inderdaad ste achter. En die extra n, dan krijg je inderdaad am 27 april. Hier gewoon weer een rangtelwoord, 52ste. Hier 99ste. En hier 146ste wordt 146ste. Oké. Okay. Om dit goed te leren, begin bij de gewone telwoorden. Hè? Zorg ook dat je die kan schrijven. Ik ken de regels, hè? 1 tot en met 19 TE achter het telwoord, 20 tot en met 100 STE achter het telwoord. En weet dus bij de datum, am de voor en nog een extra N erachter. Ik ken de vier uitzonderingen, hè? eerste, derde, zevende en achtste. Nou, en inderdaad, kijk op YouTube... Of in je boek om te oefenen. En nog even een tip: moet jij gewoon de normale telwoorden nog leren? Nou, daarvan vind je ook een uitlegvideo op mijn kanaal. Heel veel succes en zet hem op.